Leiderschap ontwikkelen was de rode draad bij de Global Leadership Summit, GLS. Op de tweede, tevens laatste dag van de summit vandaag, gaf Frederik Haren, een van de inleiders, middels een videopresentatie aan dat creativiteit heel belangrijk is bij het ontwikkelen van leiderschap. You see, the word creativity comes from the word create. And the word create is closely connected to the word creator. And the word creator means God. We are never, I would argue, never closer to God than we have a really, really, really good idea. We can sense God. I urge you to develop your creativity so that you may inspire your people to be more creative. Because that is how we create a better world. Good luck with that and thank you very much. De panelleden Brigitte Wong-Tamsu, Winston Wilson en Frank Eersteling hebben daarom een vertaalslag gemaakt naar de rol van creativiteit in de Surinaamse situatie. We bevinden ons in een crisis. In een crisistijd, hoe gaan we daarmee om? Dus ik denk, het gaat niet alleen maar om ondernemers. Ik geloof ook dat het gaat om dat je binnen je eigen gezin ook aan creativiteit doet. Wat doet een moeder of een vader die moet zorgen voor de pot, maar die niet in staat is bijvoorbeeld om voor die week of voor die dag ook vlees te hebben om te koken. Je hebt wel groenten, je hebt uien of tomaten. Andere tijd, je kijkt wat je doet met hetgeen wat je op dat moment voor handen hebt, onder de gegeven omstandigheden. Ik denk dat Surinamers heel creatief zijn, omdat heel veel basale zaken gewoon niet geregeld zijn. Dus dan ben je genoodzaakt om creatief te zijn bij je overleven. En helaas kom je dan vaak in een soort hosselcultuur. En daar moet je toch zo goed mogelijk business doen, conform de waarden en normen die je aanhangt. En de nationale en internationale spelregels waar je aan moet voldoen, wil je groot zaken doen. Dus ook met het buitenland, want we leven niet op een eilandje hier. Ja. En je merkt dat die dat cultuur van creativiteit, als je praat over de werkvloer, vind ik dat in Suriname een heel stuk minder. Creativiteit begint bij ons als leiders. Ik denk dat wij het voorbeeld moeten geven. Ik geloof in management by example. Want als je dat van je medewerkers verwacht, moet jij beginnen te doen. En iedereen is creatief. En creativiteit ga je stimuleren. Je kan boeken lezen. Bij mij is lezen, je krijgt zoveel informatie. Eigenlijk heb ik net aangehaald, informatie. Als je informatie krijgt, verbreedt het je visie. Je kijkt anders naar zaken en je krijgt ideeën. Na de spreekbeurten van de panelleden mochten de aanwezigen vragen stellen en er ontstond een levendige discussie. De Global Leadership Summit in Suriname is vandaag afgesloten. Het doel van de summit is om mensen over de gehele wereld tools aan te reiken om hun leiderschapsvaardigheden te kunnen ontwikkelen.